Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voordat ik ga vertellen wat voor video dit is, vraag je misschien af, wat zie je er duister uit? Tenminste, ik vind mijn look best wel duister die ik nu draag. En dit heeft alles te maken met de nieuwe limited editie die ik op dit moment aan het testen ben van Essence. En ik ga heel even spieken hoe die heet. Dit is de Midnight Masquerade. Als ik het goed zeg, die naam vind ik altijd best wel lastig. Ik zal hem gewoon even laten zien. Om deze collectie gaat het. En dit is een collectie die eigenlijk heel erg goed bij Halloween past. En die ben ik dus nu aan het testen. En ik moet zeggen dat die best wel donker is. Ik heb net ook het masker even opgehad. Ik zal even een fotootje plaatsen, zodat je kan zien hoe dat eruit ziet. Dus ja, dat wilde ik alleen even kwijt over deze look. Trouwens, als deze video online komt, staat deze collectie al op mijn blog. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kun je daar altijd even een kijkje nemen. Het linkje staat in de beschrijving. Dan even over deze video die ik ga maken, want het is weer tijd voor een fail video. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het eventjes heeft geduurd voordat er weer een fail video kwam. Ik ben daar een paar maanden geleden mee begonnen. Met eigenlijk de bedoeling om de twee maanden een fail video te maken. Wat inhoudt dat ik producten ga laten zien die ik dus niet fijn vond. Omdat ik elke maand wel een favoriete video maak. Maar eigenlijk laat ik dan nooit producten zien die ik gewoon niet fijn vond. En ik vond het wel zo eerlijk om dat ook te doen. Ik heb per maand toch vaak meer producten die ik fijn vind dan producten die ik niet fijn vind. Dus ik dacht, nou, ga ik dat van twee maanden bij elkaar doen, dan heb ik best wel een mandje met producten waarvan ik denk, oké, dit is rendabel voor een video. Nou was ik dus toe aan de maanden juli en augustus en ik kwam tot de conclusie dat daarin gewoon te weinig producten zaten voor een fail video. Twee maanden tegelijk en ik geloof dat ik 4 producten had. Nou, dat vond ik toch wel heel erg karig voor een video. Dus toen heb ik even gewacht. Toen heb ik de maand september erbij gepakt. En daarin had ik toch meer producten die ik niet fijn vond. Dus daar heb ik er gewoon bijgevoegd. Dus deze fail video is eigenlijk gewoon van juli, augustus en september. En ik ga gewoon nu beginnen met de producten te laten zien aan jullie. Het eerste product wat ik heb, dat is van Catrice. Dit is de Prime and Fine Smoothing Refiner. Dit is een primer die beloofde om poriën en lijntjes minder eruit te laten zien. Dus dat hij die zou verdoezelen, zeg maar. Het is een primer in een potje, dus je moet hier lekker met je vingers in dippen. Ben ik zelf niet zo'n heel erg voorstander van, maar goed. En waarom hij in de fail video zit, is omdat die lijntjes en die poriën, die worden niet minder door de primer. Hoewel die dat wel belooft, gebeurt het niet. Ik moet wel zeggen dat, op zich, hij voelt wel prettig op de huid aan. Maar omdat er hier toch wel specifiek gerefereerd wordt aan het verdoezelen van de lijntjes en de poriën. En die dat niet doet, heb ik toch besloten om hem aan de fail categorie toe te voegen. Dus de Prime and Fine Smoothing Refiner voor Invisible Pores and Lines, die valt toch tegen. Dan heb ik de Fixer Face Spray van W7. En dit is gewoon een long-lasting make-up fixer. Dit is gewoon dus zo'n spray die je nadat je je make-up hebt aangebracht kunt opsprayen. En die je make-up langer zou laten zitten. Allereerst moet ik zeggen dat het flesje echt super klein is. De inhoud is... even kijken waar het staat, jongens. 18 milliliter. Dat is echt heel weinig. Het is dan wel weer een heel geschikt flesje om mee te nemen in je tas of zo. Alleen het product wat erin zit is geparfumeerd, lijkt het. En ik sprayde dus deze spray heel vrolijk op mijn gezicht. En ik kreeg hem dus al direct in mijn mond. En ja, ik voelde gewoon dat er een parfum erheen zat. En dat vond ik echt helemaal niet prettig.
Ook is het flesje gewoon eigenlijk best wel snel leeg. Ja, als je dit gaat sprayen, dan wil je toch wel... gewoon dat het goed verdeeld wordt over het gezicht. En met dit flesje denk ik dat als je hem 2 of 3 keer flink gesprayt hebt, dat hij ook gewoon leeg is. Dus eigenlijk vind ik het dan ook best wel een duurkoop, zou ik het zo kunnen zeggen. Omdat er gewoon heel weinig in zit. Je toch best wel wat betaalt. En ja, ik vind de spray totaal niet fijn die erin zit. Dus nee, dit is echt voor mij een vuil product. Dan heb ik 4 potloden van Essence. En dit zijn Gel Eye Pencils Waterproof. Dat zijn deze potloden. Ik heb ze in 4 kleuren. Namelijk de 06 Cacao Bean. 04 Blue Lagoon. 02 Around Midnight. En nummer 1 Black Blaze. Het zijn gewoon potloden. Ik ga het je gewoon even laten zien. Je kunt ze dus ook omhoog draaien. Alleen, toen ik ze ging swatchen, zagen ze er echt heel erg mooi uit. Maar toen ik ze aanbracht, toen viel het pigment gewoon super tegen. Ik vond het heel moeilijk te zien om de kleuren te onderscheiden. Het pigment op de ogen viel gewoon, ja, eigenlijk heel erg in de min. Terwijl ze met zwartje echt wel heel goed eruit zagen. Ik moet ook zeggen dat de potloden inmiddels niet meer in het assortiment zitten. Ik vind het op zich dan ook niet zo heel erg dat ze zijn verdwenen. Want ik vond deze gewoon geen groot succes. Dan heb ik van W7 Bronzing Pearls. En dit zijn gewoon van die parels. Ik ga het gewoon even laten zien. Gewoon omdat het kan. Dit zijn dus van die pareltjes en dit is dan een bronzer. De opening is groot van het doosje. Dus je kunt er op zich wel heel gemakkelijk met je kwast in. Alleen, ik vind gewoon niet dat de poeder die de parels afgeven heel intensief is. Je ziet hem gewoon nauwelijks terug op je gezicht. Nou moet ik ook zeggen dat ik niet heel veel ervaring heb met bronzer in parelvorm. Maar ik was hier gewoon heel benieuwd naar. En ik kan je vertellen, ik vond het echt heel erg tegenvallen. Ik had er veel meer van verwacht. Ja, ik vond het helaas geen groot succes. Dan heb ik van Essence de Soft and Natural Makeup Long Lasting. Dit is een product die inmiddels wel al uit het schap is. Maar ja, ik dacht omdat ik hem toch niet fijn vond, ga ik hem gewoon wel in de video laten zien. Ik had de kleur 04 Light Caramel. Ik was gelijk al heel erg bang dat hij heel erg donker op de huid zou zijn. Het heeft ook eigenlijk zo'n verpakking waar ik niet heel erg happy van wordt, omdat ik toch normaal liever een pompje heb, omdat ik daar gewoon beter mee kan verdelen met zo'n tube. Dan heb je al heel snel het risico dat je gewoon te veel uit de tube krijgt qua product. Hij was gewoon niet long lasting. Hij bleef niet lang op mijn huid zitten. Ik denk dat ik hem een paar uurtjes heb gedragen en je zag er al bijna niks meer van. Dit vond ik echt heel jammer. Dat viel echt heel erg tegen, want ik had hem even goed gewoon goed afgepoederd. En ja, eigenlijk gewoon gedaan wat ik altijd doe. Maar hij bleef niet zitten. Dus ja, net wat ik zeg, hij is ook niet meer in het assortiment. Maar vind ik niet erg, want ik vond het echt een drama. Dan heb ik 2 primers van W7. En het zijn Camera Ready Primers. Dit is de Prime Magic Anti-Dull Skin Balancing Primer. Dat is dus de paarse variant. En dan heb ik ook de Prime Magic Face Primer. Het zijn tubetjes van 30 ml. Dus dat is op zich prima. Alleen de primer zelf vond ik gewoon echt niet fijn. Ik merkte zelf heel erg dat ik het idee had dat hij heel vet was. De ingrediëntenlijst die staat hier zo op. Zeg maar meer als een plasticje. Als een sticker. Maar ja, omdat je dus die primer gaat opendraaien, breekt eigenlijk die sealing open. Dus je ziet ook niks meer van die ingrediëntenlijst. Nou, dat is ook in het wit. Dus dat wordt sowieso een beetje lastig lezen.
Maar de substantie die erin zat, die vond ik gewoon veel te vet. Mijn huid bleef gewoon heel vet. En misschien mag een primer op zich soms best wel iets vetter zijn. Maar als ik dan deze primers vergelijk met bijvoorbeeld de primers van Catrice, de tubeform, dan vind ik die gewoon echt een stuk fijner. Vond ik deze totaal niet fijn. Ook had ik het idee dat hier stukjes in zaten. Nou, hoe, weet ik niet. Maar het kwam er echt ook heel raar uit. Het zag er niet echt lekker uit. Dat had ik met deze wel minder. Maar het is gewoon een substantie die mij heel erg tegenstond van deze primers. Dan heb ik een aantal producten uit de limited editie Contourious. Deze limited editie was vorige maand, of 2 maanden terug, verkrijgbaar. En allereerst heb ik hier het Sculpting Powder Paletten. En dit is dus een palette waar je 3 kleuren hebt. Een bronzer, een blush en een highlighter. Alleen ik vond de kleuren gewoon te licht. Misschien heb ik de verkeerde kleur genomen. Want dit is de nummer 1 Pale Perfection. Die namen jongens, dat is altijd zo'n drama. Ik vond de kleuren persoonlijk te licht. Je zag er heel erg weinig van terug. Je zou denken als je zo'n trio hebt. Nou, dat is, ja, daar word ik normaal heel vrolijk van als ik zoiets zie. Maar dat, yeah, bij deze viel ik gewoon heel erg tegen. Ik weet niet wat het is. Het pigment is gewoon te licht. Misschien was ook deze kleur te licht in combinatie met mijn foundation die ik heb gebruikt. Maar ik vond hem in ieder geval niet fijn. Dan heb ik ook nog uit die lijn het Contouring Cream Paletten. Deze heeft de naam Each and Every Cream. Gelukkig staat er dan wel weer zo'n plaatje achterop, hoe je dat dus kunt gebruiken. Alleen, ten eerste, mijn spiegeltje zat los, dus die heb ik vastgelijmd. Oké, het is niet het belangrijkste, maar mijn spiegeltje zat los. Dan heb je dus 2 creamkleuren en het pigment is gewoon niet fijn. Ik vond ook de structuur van de crème gewoon heel erg stroef. Je kon er heel moeilijk doorheen komen. Ik heb het met mijn vingers aangebracht. Nou, daar ben ik eigenlijk al helemaal niet zo fan van. Want ik doe het liefst alles met een kwast. Maar het met mijn vingers ook. Het is gewoon zo stroef, deze cream. Dat ik er gewoon bijna niet doorheen kwam. Als je vingers, als je echt hele warme handen had, dan werd het wel iets makkelijker. Maar nee, ik vond het... erg tegenvallen. En dan vooral ook omdat de kleuren gewoon niet mooi tot z'n recht kwamen. Dus gemiste kans. Ook nog uit de Contourious collectie. Dat was deze brow shaper, moet ik zeggen. Ik had de kleur Precise Ash. Ja, juist. Je hebt aan de ene kant heb je een soort borsteltje, kammetje, waar je de wenkbrauwen mee door kunt kammen. En dit is dan het product. Het is gewoon een potlood. Nou, ik vond de dekking echt super slecht. Je zag echt nog heel duidelijk witte plekjes. Nou moet ik zeggen dat ik sowieso niet heel erg fan ben van potlood. Potloden voor de wenkbrauwen. Maar nee, deze die vulde echt totaal niet. Ik denk dat de kleur misschien ook wat te licht was voor mijn wenkbrauwen. Maar nee, ik vind dan poeder toch echt wel veel dekkender. Helemaal als je gewoon veel witte plekken overhoudt, dan heeft het gebruik van zo'n potlood gewoon heel weinig zin. En het laatste product uit de Contourious lijn die ik ook niet fijn vond, dat was deze kwast. Volgens mij was dit dus, nou ja, dit was gewoon de kwast. Ik weet niet meer de precieze naam. Ik zal hem hier eventjes neerzetten. Het is wel een schuin afgesneden kwast. Alleen hij nam heel weinig poeder op. De kleuren kwamen gewoon niet mooi tot zijn recht. En ik denk dat dit misschien dan ook alweer te maken heeft. Omdat ik heb hem in combinatie met dit paletten gebruikt. Dat dit paletten al niet zo groot succes was. Hallo. Succes was. En ja, dat viel gewoon heel erg tegen. En ik vond het heel erg jammer. Omdat ze ook nog best wel duur zijn, die kwasten. En helemaal als ze dan van zulke slechte kwaliteit zijn, dan vind ik dit ook echt weer een hele gemiste kans van Catrice. Dan heb ik een product van Essence uit de Little Eyebrow Monsters collectie. Dit was een limited editie die
vorige maand in de winkel lag. Nee, 2 maanden terug alweer. Jongens, het is niet bij te houden. Dit is een eyebrow pen. Ik heb de kleur 03 Little Miss Dark. En ik ben speciaal voor de wat donkerdere kleur gegaan. Omdat ik best wel wat donkerdere wenkbrauwen heb. En dit is dan zo'n product met zo'n mega applicator. En dan zit je poeder zit zeg maar hierin. Ik vond de dekking gewoon heel erg tegenvallen van het product. De poeder die... het werd wel aangebracht. Maar ook daar hield ik gewoon veel witte plekken over. En dan is de poeder al best wel intens. En dan denk je, als je nog meer goede poeder gaat aanbrengen, dan heb ik straks wenkbrauwen van, nou, ja, veel te donker, zeg maar. Dat ik echt denk van, ja, dat kan gewoon niet. Dus nee, ik vond dit product van die lijn echt gewoon totaal niet fijn. En misschien komt dat ook wel omdat je gewoon tegenwoordig heel veel dingen ziet met zo'n sponsapplicator. En met oogschaduw denk ik dat het nog best wel gaat. Alleen ik vind het voor de wenkbrauwen, nee, vond ik het geen succes in ieder geval. Van Catrice had ik deze multi-talent kwast geprobeerd en... Ik ben dol op kwasten en ik gebruik vooral low-budget kwasten. Alleen deze kwast die is heel erg zacht en is voor poeder aan te brengen vind ik het op zich nog wel gaan. Alleen er zijn gewoon veel betere kwasten in de handel. En ik denk, ja, vooral als je net met make-up begint, dan is dit misschien, vind je dit nog wel prima, omdat je misschien nog niet veel ervaring hebt met andere kwasten. Maar vooral als je gevorderd bent, dan vind ik die kwasten gewoon geen succes. En ik had gedacht, misschien kun je er ook nog wel foundation mee aanbrengen. Maar dat raad ik je helemaal af. Want het heeft wel zo'n vorm, zeg maar. Waar je ook wel eens foundation kwasten van ziet. Maar de haren zijn gewoon te zacht. En ik denk zelfs ook dat als je hem te vaak zou wassen, dat de haren heel snel uitvallen. Dus ook dit was een minder fijn product. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van W7 en dit is het Silky Eyes Get Naked paletten. Het is een paletje met vrij zachte kleurtjes. En het pigment is echt heel minimaal. Het ziet er best wel leuk uit en ik dacht ook echt wel, nou, ik kan hier wel een hele leuke look mee maken, maar je ziet het gewoon niet heel erg goed. En dan kom ik toch wel weer terug voor het feit, als je beginnend bent, dan zijn dit soort paletjes gewoon nog hartstikke leuk. Maar als je al langer met make-up bezig bent, dan vind je het op een gegeven moment ook gewoon heel erg leuk dat een look gezien kan worden. En ja, de kleuren vallen toch wel te veel in het niet eigenlijk van dit palet. En dat vind ik echt heel erg jammer. Dan heb ik van Catrice uit de Prime & Fine collectie de Brightening Eyeshadow Base. En deze beloofde een intensivie Any eyeshadow. Het gaat om deze oogschaduwbasis. En dit is dus een witte oogschaduwbasis. Ik ga het jullie gewoon even laten zien. Nou ja, wit. Mijn ogen nu niet heel erg wit. Maar het is zo'n oogschaduwbasis. En ik was hier eigenlijk best wel heel erg benieuwd naar, want hij beloofde dus dat elke kleur wel intensiever gemaakt kon worden. En ik ging het testen en ik zag eigenlijk gewoon helemaal geen verschil met de oogschaduw die ik gekozen had. Ik had een oogschaduw gekozen die op zich al wel wat pigment had. En ik dacht dus, zodra ik hem dus over die... over deze basis heen aan gaat brengen, wordt hij gewoon nog intenser. Maar dat gebeurde dus gewoon echt helaas niet. Nee, de kleur werd gewoon niet feller. Misschien kon die ook niet feller. Maar ik had niet zoiets van, nou, dit is echt het wonderproduct van het jaar of zo. Nee, dat vind ik jammer. Want je hebt toch soms best wel oogschaduws die gewoon minder pigment hebben. En vaak dan
met een basis dat ze feller worden, maar dat doet deze basis niet. Dus als je hem echt wilt aanschaffen voor het feit omdat hij je kleur intenser zou maken, raad ik je hem zeker af. Als gewone oogschaduwbasis dient hij prima, maar ja, daar heb je ook gewoon de standaard basis van in het Catrice assortiment. Dus dat vond ik echt wel heel erg jammer. En dat viel me heel erg tegen, omdat ik bijvoorbeeld met de Color Boosters, als je over nagellak praat, daar heb ik wel hele goede ervaring mee. Dat kleurde echt intenser werden. Maar dat, nee, de oogschaduwbasis, daar moet nog eventjes wat verbetering in aangebracht worden. Dan heb ik van Essence de Eyebrow Gel Color and Shape. En dat is dit product. Hij is volgens mij maar in één kleur, en dat is bruin. Het is dus zo'n product in een potje. Hij heeft een poederachtige finish. Het aanbrengen is al een drama, want je komt niet heel gemakkelijk door de structuur heen. De structuur van dit product is gewoon heel stroef. Dat is gewoon heel erg jammer, maar ik kwam er echt bijna niet doorheen. Ik wil dit soort dingen met een kwastje aanbrengen, maar het duurde echt heel erg lang voordat er überhaupt wat van de gel op mijn kwast zat. En toen ging ik het aanbrengen op mijn wenkbrauwen. En ook hield ik gewoon weer witte plekken. En dat vind ik heel erg jammer. Want ik had hier eigenlijk best wel veel verwachting van. Ik dacht echt van nou, dit is een product wat het echt wel gaat maken. Ja, en dan komt er natuurlijk ook nog wel bij dat hij maar in één kleur is. Dus ja, dan ga je al als je blonde wenkbrauwen heb, hoef je dit al niet te gaan gebruiken. Dus ja, misschien dat hij nog in meerdere kleuren komt. Maar van mij hoeft het niet, want ik vond hem echt niet fijn in gebruik. Dan heb ik een oogschaduw van W7. Dit is het Naked Nudes Eyeshadow Palette met nude kleuren. Ik heb een heel erg dubbel gevoel bij dit palette. Omdat het aan de ene kant is het heel erg mooi, omdat hij echt gewoon heel erg nude is. Je ziet echt bijna niet dat je oogschaduw draagt. Dus dan denk ik weer van ja, als je daar net mee begint, dan kan dat heel fijn zijn als je je oogschaduw aanbrengt en je weet zelf dat je wat draagt, maar het is niet zo overdreven veel dat mensen echt zouden zeggen van nou, wat heb jij nou op je ogen? Want omdat het bijna niet opvalt. Aan de andere kant denk ik ook van ja, als je een look maakt met zo'n palette, ben je vaak, steek je daar best wel veel tijd in. Tenminste, ik weet dat van mezelf, dat ik gewoon best wel veel tijd in zo'n ooglook steek, ook met zo'n palette. En ja, als je hem dan bijna niet terugziet, vind ik het echt zonde van je tijd. Dus ja, wederom voor mensen die net beginnen met make-up vind ik dit wel een heel goed palette. Maar voor mezelf viel die toch wel heel erg tegen. Omdat je hem gewoon bijna niet terugziet. Dan heb ik het laatste product. En dit is een kwast. En deze komt uit de Lights of Orient collectie van Essence. En ik moet zeggen dat de details wel heel mooi zijn met dat goud. Alleen de kwast is veel te zacht. Met poeder opnemen ook. Het is gewoon te zacht dat het eigenlijk op blijft zitten. Hij voelt op zich best wel, als ik hem zo over mijn gezicht heen haal. Ja, het voelt heel lekker aan. Maar met producten aanbrengen vond ik het gewoon echt dramatisch. En dat vind ik best wel jammer. Want toch vaak in die limited edities zitten veel kwasten. Maar ze zijn niet echt heel erg goed. En dat vind ik wel heel jammer. Omdat de kwast er wel heel mooi uitziet. Maar ja, de haren zijn gewoon te zacht. En ook denk ik, als je deze intens zou gebruiken, veel gaat wassen, dat je gewoon heel veel haarverlies gaat krijgen. Dus nee, ook deze viel heel erg tegen. Dan waren dit alweer de felproducten van de maanden juli, augustus en september. Ik moet zeggen, ik had nu best wel een aantal mooie producten bij elkaar. En dit vond ik dus voldoende, waardoor ik kon zeggen, oké, ik maak er een video van. Ik heb het besef dat er veel Catrice en Essence bij zat. Ook aardig wat W7. Maar ja, daar kom ik dan toch weer op terug. Omdat ik vooral veel low budget producten test. Dat ik daar dan ook wel een beetje aan gebonden zit, zeg maar. Omdat ik van goedkope make-up producten hou. Dus ja, dat is eigenlijk dat. Mocht je nou op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn YouTube kanaal.
Mocht je deze video leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!